Het stond niet op de agenda, maar toch werden de plannen voor de Donjon woensdagavond besproken in de Nijmeegse gemeenteraadsvergadering. Raadslid Michel Hulskorte van de VSP noemde Heestek een slechte partner voor de exploitatie van het Donjon. Stadspartij DNF is voorstander van de toren en was het dan ook niet eens met de uitspraken van Hulskorte. Ja, wij zijn als stadspartij altijd voorstander geweest van de komst van de Donjon. Vanaf 2006 tot en met heden. Wij zien die komst van de Donjon als een goede bijdrage aan de visualisatie van de Nijmeegse cultuurhistorie. En wij denken ook dat het een goede bijdrage zal leveren aan het toerisme en daarmee ook aan de economie van Nijmegen. We zijn heel blij dat destijds een referendum is geweest. Uit het referendum is naar voren gekomen. Er is meer dan de helft van de stemgerechtigden op afgekomen. En 60% daarvan heeft voorgestemd. De raad heeft destijds gezegd van nou, die uitslag die respecteren wij. En wij vinden dat het ook moet gebeuren. In de tussentijd is daar heel vaak over gesproken in de raad. Zijn daar ook allerlei afspraken over gemaakt. Onder andere dat er wel plankosten kunnen worden gemaakt. Maar dat er geen cent gaat aan de herbouw van de Donjon. Daar zijn afspraken gemaakt over onder welke voorwaarden die donjon gebouwd mag worden. Bijvoorbeeld, men mag pas verder als 70% van de totale donjon verhuurd is. Dan mag pas gebouwd worden als de organisatie of de bouwer een bouwgarantie afgeeft. Dat wil zeggen dat de gelden om te bouwen binnen moeten zijn. Dus eigenlijk is dat bestemmingsplan ook heel erg goed afgedekt. En er is geen enkele aanleiding om daar nu anders over te denken. De VSP noemde Heestek een onbetrouwbare partner. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele grote schande. Allereerst horen wij als raad ons in die zin daar niet mee te bemoeien. Dit heeft met ondernemerschap te maken. Er is ook geen enkele aanleiding om te zeggen dat deze organisatie niet betrouwbaar zou zijn. Het is bijna smaad om dat wel te doen. Het is in ieder geval belangrijk dat wij als raad, dat college weet wat ze af hebben gesproken, wat die voorwaarden zijn om die donjon te bouwen. En daar houden wij ons aan. En wie het ook bouwt, die moet zich ook aan die voorwaarden houden. Zo simpel is het. Die leden van Stadspartij DNF zijn geen raadsleden. Dus dat heeft in die zin niets met elkaar te maken. Het is juist heel bijzonder dat we hier een situatie hebben dat we nou niet eens zwaar op subsidies gaan lopen steunen. Maar dat dit door ondernemers die lef hebben en die hun nek uit durven te steken voor de stad, kan worden gebouwd. En dat vinden wij nou juist heel bijzonder. En daar staan wij achter.